We zijn bezig met het lezen van de redevoering van Zarathustra over de deugd. En Zarathustra is te gast bij een oude wijze man die aan jongelingen zijn inzichten over de deugd weergeeft. Een van die inzichten is dat op het ogenblik dat je een goede slaap wenst te hebben, dat je dan een soort van introspectie moet doen waarbij je een lijstje kan afvinken van zaken die in orde moeten zijn vooraleer dat je die goede slaap kan krijgen. En dat gaat over een aantal deugden. Nu, het is een serieuze lijst van deugden, want ik lees hier een aantal voorbeelden daarvan. Dus u moet bijvoorbeeld afvragen, zal ik begeren mijn naaste dienstmaagd? Of zal ik valse getuigenis spreken? Zal ik echt breken? Met andere woorden, ik moet een volledige lijst doorlopen en op basis van die lijst zal ik kunnen besluiten dat ik een deugdzaam mens ben, ergo dus, ik zal een goede slaap kunnen hebben. Want herinner u van de vorige video dat de wijze man de slaap aanduidt als een beginsel. Dus de slaap is uitermate belangrijk. En ik heb er in de vorige video ook op gewezen dat de leidraad om dit verhaal te begrijpen er juist in bestaat dat je altijd het paradoxale karakter van wat die wijze man zegt in het oog moet houden. Dus Zarathustra zal wel degelijk zeggen dat de wijze man dwaas is, maar dat betekent niet dat alles wat die wijze man zegt per definitie ook dwaas is. Nu, ik lees even verder wat de wijze man zegt. Zelfs als u alle deugden bezit, moet u nog één ding kunnen doen. De deugden zelf op tijd naar bed sturen. Zodat ze onderling geen ruzie maken, die lieve vrouwtjes. En wel om u, o ongelukkige. Eerste punt is, als je alle deugden bezit, moet je één ding doen, namelijk de deugd naar bed sturen. Ik wil een vergelijking maken met een tekst die in het evangelie staat, waarbij een rijke jonge man aan Jezus vraagt wat hij zal moeten doen om het rijk Gods te kunnen bezitten. En Jezus start een gesprek met die rijke jonge man en daaruit blijkt dat die jonge man zich heel zijn leven lang probeert te houden aan alle voorschriften van de wet. Dus hij probeert de wet te vervullen zoals het hoort, hij bestudeert die wet en hij probeert die te implementeren in zijn leven. Dus alle zaken die die wet voorschrijven, dat zijn zaken die hij effectief probeert in zijn leven te doen. En dan zegt Jezus, en dat is een beetje ironisch bedoeld, van, u wilt dus met andere woorden volmaakt zijn. U wilt dus met andere woorden diegene zijn die na die introspectie in staat is om die hele lijst, die hele waslijst van zaken af te vinken en te zeggen, ja, dit heb ik gedaan. Wel, als u volmaakt wil zijn, zegt Jezus, ga dan naar huis. Verkoop alles wat je hebt en geef alles wat je daaruit haalt aan de armen. En dan gaat de rijke jonge man bedroefd heen. Hij antwoordt niet meer. Hij gaat geen gesprek meer aan. Hij gaat bedroefd heen weer, want hij weet dat die eis eigenlijk onmogelijk te vervullen is. Maar dat is natuurlijk de kwestie dat volmaakt zijn iets is dat onmogelijk is. En dat misschien zelfs niet wenselijk en menselijk is. En dat is ook datgene wat Jezus effectief in die tekst probeert aan te tonen. Soms moet je de deugden zelf eens naar bed sturen en ook aanvaarden dat je iemand bent die naast mooie eigenschappen, mooie karaktereigenschappen, toch ook wel misschien wat scherpe kantjes hebt. Natuurlijk betekent dat niet dat je daar niks moet aan doen. Dat is een heel ander verhaal. Maar het komt er vooral op neer dat je niet moet proberen, zoals de wijze man hier impliceert ook, om continu alles te liggen afvinken in de hoop dat volmaakt deugdzaam mens te kunnen zijn. En dus zegt Zarathustra hier ook, je moet ze op tijd naar bed sturen, zodat die lieve vrouwtjes, dus die deugden, dat die geen ruzie gaan maken omwille van jou. Nu, ik verwijs hier heel graag even naar het woord vooraf, dat bij voorbij goed en kwaad, jenseits van goed en beuze, bij Nietzsche te lezen is. En Nietzsche schrijft in het voorwoord het volgende. Aangenomen dat de waarheid een vrouw is, wel, is de verdenking dan niet gegrond dat de filosofen, voor zover zij dogmatici waren, geen van allen veel verstand van vrouwen hadden. Nu, er is natuurlijk een hele discussie in de filosofie, rond de filosofie van Nietzsche, met de vraag van, ja, is daar geen vrouwonvriendelijk element in die filosofie te vinden? En men verwijst natuurlijk naar de zeer turbulente relatie die Nietzsche had met de vrouwen, onder andere ook met Lou van Salomé. En dat was inderdaad je kan wel veilig besluiten dat Lou van Salomé
echt niet altijd zo zuiver op de graad geweest is met Nietzsche. En misschien wordt er dan hier en daar wat vrouwonvriendelijk onderkend. En ook in de Zarathustra krijg je passages die, wanneer je ze met de 21ste eeuwse bril zou lezen, dat je zou zeggen, goed, is hier geen vrouwonvriendelijk element aanwezig? Nu, er is een heel belangrijk tegenargument te geven. Het is namelijk zo dat op het einde van de Zarathustra, Zarathustra zal huwen met het leven. En dat brengt die Zarathustra tot een soort van climax, tot een positieve climax, hè? En die vrouw, of het leven liever, is een vrouw. Dus het huwelijk voltrekt zich tussen man Zarathustra en de vrouw, het leven. En het is dat op dat moment dat eigenlijk het cirkeltje rond wordt. Dat de ontbrekende puzzel wordt, stukken worden gelegd. En dus die vrouw, het leven, is echt essentieel voor Zarathustra om zichzelf te kunnen ontplooien. En dus, wat doet die vrouw eigenlijk? Want dat is een belangrijk gegeven dat je later ook in de Zarathustra zal lezen. Die vrouw stelt hem op de proef. En het huwelijk wordt niet voltrokken tot op het ogenblik dat Zarathustra iets in het oor fluistert van de vrouw. En wat hij in het oor fluistert van de vrouw, wordt niet aan de lezer meegedeeld. Met andere woorden, de vrouw plaatst dogmatische denkbeelden, denk aan wat de inleiding van Voorbij en Goed en Kwaad zegt, de vrouw plaatst die dogmatische denkbeelden op losse schroeven. En dus die vrouwtjes die dan ruzie maken, die deugden die ruzie maken, die kunnen uiteraard, ik zeg niet zullen, maar kunnen uiteraard ook verwijzen naar deugden die ervoor zorgen dat je elkaar, of dat je dingen in vraag begint te stellen. Want op zich is dat natuurlijk ook een deugd, hè? Om een bepaald moment in je leven, zoals Nietzsche in de Ecce Homo als ondertitel gebruikt, hoe ik geworden ben wie ik ben, hè? Dat je dan eens afvraagt van hoe komt het dat ik hier ben, dat ik ben wie ik uiteindelijk geworden ben. Dat is een belangrijke vraag en de deugden kunnen daar een stuk ook in meehelpen om die vraag te kunnen stellen. Dus die ruziemakende deugden, de wijze man spot daar zo'n beetje mee, maar ik wijs opnieuw naar het dubbelzinnige van het verhaal. Het kan juist zijn door het feit dat ze ruzie maken, dat ze zich kunnen vervolmaken, dat ze zich kunnen evolueren, dat ze kunnen verder groeien, dat ze nog deugdzamer kunnen zijn. Dus opnieuw hier heel erg opletten met wat hier gebeurt. Is het ironisch bedoeld door de wijze man? Of misschien is het dan juist wel een waarheid op dat moment? Hè? En als je dan verder gaat lezen, dan voel je die spanning met die ironie. Want dan zegt die wijze man, vrede met God en met de buurman, dat wil de goede slaap. En zelfs vrede met de duivel van de buurman. Anders komt hij 's nachts bij u spoken. In de Antichrist poneert Jezus een beeld van, Nietzsche een beeld van de verlosser, en hij verwijst daarmee naar Jezus. En die verlosser leunt redelijk dicht aan, of doet toch tenminste denken aan een zeer boeddhistische visie waarbij het conflict wordt vermeden. Dus de verlosser is diegene die het conflict op alle mogelijke manieren probeert te vermijden. Als je dan de Jezusfiguur gaat bekijken die in de evangeliën optreedt, dan zie je dat hier toch wel een serieuze afwijking is. In het evangelie zal Jezus zeggen, ik ben niet zomaar gekomen voor de vrede, ik ga het zwaard brengen. En ook dat is een belangrijke spanningsveld dat hier gecreëerd wordt, want die vrede met God, die kan natuurlijk positief worden bekeken. Je kan als christen het gevoel hebben dat je in vrede bent met God, omdat God diegene is die bij u is. Maar die vrede met God kan je ook bekijken als een bijna nihilistisch gegeven. Dat je vrede neemt met de situatie zoals ze is, en dat dat u ontslaat van elke vorm van vooruitgang op elk gebied dan ook. En dus vrede met God en met de buurman, dus het conflict vermijden, niet durven opkomen voor wie je bent, een vorm van nihilisme. Dus dat speelt hiermee. En denk eraan, het is de wijze man die dat uitspreekt, en de wijze die later door Zarathustra als een dwaas zal worden bestempeld. Dus waarschijnlijk zal Zarathustra dit eerder ironisch gaan begrijpen en zeggen, ja, vrede, zie je, dus de wijze man predikt een vorm van nihilisme. Eer en gehoorzaamheid aan de overheid, ook aan de kromme overheid. Dat wil de goede slaap. Wat kan ik eraan doen dat de macht gaat op kromme benen rondloopt? Dat de macht graag op kromme benen rondloopt. Dus hier zie je ook weer zoiets dat heel nihilistisch is. Het neerleggen bij een hogere macht, het niet durven opkomen voor wat echt goed is. Dat zijn allemaal zaken die de man of vrouw die een goede slaap heeft, volgens de wijze mens, die doet dat allemaal niet. Hè.
Voor mij is altijd hij de beste herder die zijn schaap naar de groenste weide brengt. Dat gaat samen met goed slapen. Herinner u Psalm 23? Zelfs al wandel ik door het dal van de schaduw des doods, het kwaad zal ik niet vrezen. Hij legt mij te liggen in grazige weiden. Hij voert mij naar wateren van rust. Dus hier wordt ook weer wat gespeeld met die joods-christelijke notie van ja, wat de psalm naar voren schrijft. De groene weiden, de herder die zijn schapen, de mensen die zijn eigenlijk een lid van de kudde enzovoort enzovoort. Hè. Denk aan het feit dat de kudde bij Nietzsche heel vaak toch ook wel zo wat de bijklank krijgt van de grijze massa, het nihilisme, diegenen die eigenlijk behoren tot het plebs, bij wijze van spreken. Hè. Veel eerbewijzen wil ik niet, nog grote schatten. Daar raakte Mild ontstoken van. Het is echter slecht slapen zonder een goede naam en een kleine schat. Een klein gezelschap is mij meer welkom dan een slecht gezelschap. Maar het moet gaan en komen op het juiste moment. Dan gaat het samen met goed slapen. Veel sympathie heb ik ook voor de armen van geest. Zij bevorderen de slaap. Zalig zijn zij vooral wanneer men hun altijd gelijk geeft. Een verwijzing naar de bergrede, zalig de armen van geest, maar opnieuw een verwijzing waar je toch wel een zekere ironie in kan vinden, vermits natuurlijk als je iedereen maar gelijk geeft. Hè. Dus dat nihilistische discours van we gaan gewoon meehuilen met de mensen, met de kudde in het bos, en we gaan ons op geen enkele manier kritisch opstellen. Even de webcamera terugplaatsen. Oké, fijn. Zo verloopt de dag voor de deugdzame. En als de nacht komt, dan wacht ik mij wel de slaap te roepen. Hij wil niet geroepen worden, de slaap die de Heer van de deugden is. Met andere woorden, de slaap wordt hier dan aanzien als een geschenk voor de deugdzame persoon. Dus de nacht zal de slaap per definitie cadeau doen aan diegene die deugdzaam is. Opnieuw moet je hier weer opletten dat je niet te negatief gaat lezen. Nietzsche zal in verschillende tekststukken erop wijzen dat goede gedachten, dat het gedachten zijn die je overvallen. Je kan volgens Nietzsche niet achter je tafel gaan zitten met een potlood en een stuk papier en dan wachten en dan gewoon beginnen schrijven. Je wandelt, Nietzsche wandelde ook heel vaak, en dan overvalt de gedachte u op het ogenblik dat die gedachte dat wenst. Je bent daar eigenlijk geen meester van. Net zoals de slaap geen meester is, of de mens geen meester is van de slaap liever. Nee, ik overdenk wat ik die dag heb gedaan en gedacht. Herkauwend vraag ik mij af, geduldig als een koe, wat waren toch mijn 10 zelfoverwinningen? Dus door die introspectie te voeren, zal op een bepaald moment de slaap bij wijze van spreken overtuigd worden om te komen. Opnieuw, hier moet je voorzichtig zijn, want het herkauwen als een koe is ook niet per definitie fout. In die zin van, Nietzsche laat toch ook wel aanvoelen dat een gedachte, dat die een bepaalde vorm van rijping nodig heeft. En dat je dus niet zomaar van alles kunt uitflappen, maar dat je daar op bepaalde momenten ook wel eens een keer moet op terugkomen, het durven herkauwen, misschien herformuleren, bijschaven, schaven, polijsten enzovoort. Zie hier wat Nietzsche met zijn aforismen altijd doet. Hè. Ik bedoel, er zijn heel vaak kladversies van aforismen geschreven, die door Nietzsche nadien herkauwd zijn en dan in een soort van definitieve versie als een kunstwerkje worden uitgegeven. Dus opnieuw weer die dubbele houding ten opzichte van wat de wijze man hier zegt. En wat waren de 10 verzoeningen en de 10 waarheden en de 10 lachbuien waaraan ik mijn hart ophaalde? Dat overwegend en gewiegd door 40 gedachten vond ik plotseling overmand door de slaap, de ongeroepene, de Heer van de deugden. De slaap tikt op mijn ogen, dan worden ze zwaar. De slaap raakt mijn mond aan, dan blijft hij openstaan. Uiteraard ken je hier dat beeld van iemand die aan het wegdoezelen is en dan begint te snurken en zijn mond openzet. Dat beeld kan je uiteraard oproepen, dat is duidelijk. Maar een heel belangrijk thema in Zarathustra
is de zwaarte. De vijand nummer 1 van Zarathustra is de geest der zwaarte. En Zarathustra zal in verschillende tekststukken de strijd met de geest van de zwaarte aangaan. En let op wat er hier gezegd wordt. De slaap tikt op mijn ogen en mijn ogen worden zwaar. Hè, worden letterlijk naar beneden getrokken. En de vraag is natuurlijk of dat de slaap misschien in de ogen van de deugdzame wel een goede zaak is. Maar hier ja, neigt de slaap toch ook naar de zwaarte. En de zwaarte neigt naar de geest der zwaarte, die dan de grote vijand is van het beeld dat Zarathustra wil ophangen. Voorwaar, op zachte zolen komt hij bij me, de dierbaarste dief ter wereld, en hij steelt mijn gedachten. Stom sta ik erbij, zoals deze leerstoel. Maar lang sta ik niet meer, al snel lig ik. Opnieuw hier, de geest der zwaarte zal in verschillende tekststukken Zarathustra ook zelfs plat drukken op de aarde. En dus, snel ga ik liggen, zegt de tekst hier. En dus zal snel bedolven worden onder datgene wat zwaar is. En wat is zwaar? Een soort van verabsoluteerde waarheid die God is, die u die lijst oplegt van deugden die je continu moet afvinken, vooraleer je als mens volstaat. En dat weegt gigantisch op iemand. Zie je? En daardoor tikt de slaap op de oogleden. Toen Zarathustra de wijze zo hoorde spreken, lachte hij in zijn hart, want hem was een licht opgegaan, en hij sprak tot zijn hart. Dus hij spreekt niet tot de wijze oude man. Daar spreekt hij niet tot, hij spreekt tot zijn hart. Een dwaas vind ik hem, die wijze hier met zijn 40 gedachten. Maar ik geloof wel dat hij verstand van slapen heeft. Dus met andere woorden, de wijze man in zijn logica is effectief wel wijs. Het is niet omdat je niet akkoord gaat met een bepaald denkbeeld, dat denkbeeld niet correct zou geformuleerd zijn, dat er geen interne logica in zit. Gelukkig is hij die dicht bij deze wijze woont, zegt Zarathustra nu. Hè? Zo'n slaap is aanstekelijk, zelfs door een dikke muur heen is hij aanstekelijk. Zelfs in zijn leerstoel woont betovering. En niet te vergeefs zaten de jongelingen onder het gehoor van deze prediker van de deugd. Dus hier wordt gezegd dat er misschien wel een bepaalde betovering over de jongeling is. Een spel, zoals ze in het Engels zeggen. En later in Zarathustra zal een tovenaar ook een van diegenen zijn die bij Zarathustra in de grot op bezoek gaat komen. En een tovenaar die op een bepaald moment zelfs een harp gaat nemen en een heel lied gaat zingen voor de god die door Zarathustra eigenlijk moet overwonnen worden. Dus betoverd worden is een beeld dat kan gebruikt worden voor zij die in een soort van godsdienstwaan leven. Denk eraan dat je de verlichting en alles wat daarna kan bekijken, of komt liever, kan bekijken als een vorm van onttovering. Dus de werkelijkheid wordt rationeler bekeken. Opletten dat je hier Zarathustra en zeker Nietzsche niet onmiddellijk zou beschuldigen van een soort van droog, rationeel discours. Het blijft uiteindelijk een verhaal, Zarathustra, waar heel veel poëzie in zit. Poëzie die zelfs naar de muziek neigt, zegt Nietzsche. Dus let op dat je hier die betovering weer heel mooi nuanceert. Zijn wijsheid is waken om goed te slapen. Denk aan die introspectie, dat afvinken van die lijst. En voorwaar, als het leven geen zin had en ik onzin moest kiezen, dan zou dit ook voor mij de meest verkieselijke onzin zijn. Dus, een van de kritieken die Nietzsche, maar Zarathustra eigenlijk ook, op het christendom uit, is dat het christendom de zin uit het leven wegneemt. En in de zoektocht naar de zin van het leven is een van de leidraden in het denken van Nietzsche. Nietzsche zal bijvoorbeeld in De geboorte van de tragedie, een van zijn eerste, eigenlijk zijn eerste gepubliceerde werk, zal hij zeggen dat het bestaan slechts zinvol is als een esthetisch fenomeen. Het is een zeer interessante uitspraak, maar het is een eerste poging om te vatten wat die zin dan juist is.
Later, om die gedachte van de eeuwige terugkeer, zal daar nog aan worden toegevoegd en zal die zin dus iets zijn dat in een soort van proces telkens zal moeten worden gevonden. Een heel belangrijk idee van de rabbijnen in de rabbijnse literatuur is dat de zin van het leven zit in het proces van het leven, niet in een soort van doel dat je er veruit plaatst. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat godsdiensten heel vaak dat doel heel ver weg plaatsen. En in extremis leidt dat natuurlijk tot een soort van depreciatie van het leven. En dus stel dat er geen zin zou zijn en er alleen maar onzin zou zijn, dan zou misschien die onzin van die wijze man toch niet zo slecht zijn. Maar de vraag is er dan zin? Nu begrijp ik goed waarnaar men vroeger vooral op zoek was als men leraren van de deugd zocht. Een goede slaap zocht men en slaapbolbloemige deugden bovendien. Voor al die veelgeprezen leerstoelwijzen was wijsheid de slaap zonder dromen. Zij kenden geen betere zin van het leven. Versta, zij waren niet creatief. En dus, ik herhaal nogmaals, het is niet zozeer het probleem met de deugden, het is het probleem dat die deugden vastgeroest worden, dat die worden geplaatst in een denkkader dat volledig statisch is, dat geen creativiteit meer toelaat, dat zich oplegt aan de mens als een monolithisch blok en dat op geen enkele manier dynamiek toelaat. Hè, zie je? En dus dan krijg je slaap in het nihilisme en dan worden ook die deugden worden slaapbolbloemig, worden zo wat, ja, een soort van nostalgisch denken. Ook nu zijn er waarschijnlijk nog enkele zoals deze prediker van de deugd. En erg eerlijk zijn ze niet altijd, maar hun tijd is voorbij. En lang staan ze er niet meer, al snel liggen ze. Zalig zijn deze slaperigen, want zij zullen weldra indobbelen. Zo sprak Zarathustra. Hier is ook weer een interessante gedachte bij. Want je kan je de vraag stellen of Nietzsche, en ik heb het dan niet over Zarathustra, maar Nietzsche zelf, of dat hij werkelijk geloofde dat het christendom, zoals hij dat zag, dat dat christendom letterlijk op zijn laatste benen loopt. Gaat er een moment zijn dat het christendom en alle aanhangers daarvan volledig verdwenen zullen zijn? Of is dat niet zo? Is er een mogelijkheid tot transformatie? De beroemdste tekst van Nietzsche over de dolle mens in verband met God, dus de dolle mens die op het marktplein de dood van God aankondigt, daarin zegt de dolle mens, God is dood en God blijft dood. En dat geeft natuurlijk de indruk dat er een irreversibel proces is waar niet op kan teruggekomen worden en dat eigenlijk al diegenen die nu, zoals die wijze man, nog in dat christendom geloven, dat dat eigenlijk een soort van, ja, laatste stuiptrekkingen van het debat zullen zijn. En het is een stelling waar ik persoonlijk erg wel in geloof, dat Nietzsche ook wel voorziet dat op het ogenblik dat het verabsoluteerde godsbeeld zou verdwijnen, er een heel grote kans is dat er een ander beeld verabsoluteerd wordt, dat misschien anders heet, maar dat aan dezelfde mechanismen wordt blootgesteld. Dus de vraag is of dat die wijze mensen niet altijd opnieuw zullen moeten opstaan en dat er niet telkens een strijd zal moeten gevoerd worden. Denk aan wat Zarathustra heel regelmatig zegt, het leven moet overwonnen worden. Het leven is een strijd, een continue strijd, in een soort van ja, verbetering. Een stap vooruit in het omarmen van het leven, in het zoeken van de zin in het leven zelf. Hiermee eindigt de redenvoering van Zarathustra over de deugden. En in een volgend stukje gaan bespreken over de achterwereldlisten. Dat zijn eigenlijk die mensen die het geluk of het ultieme doel of de zin van het leven daar plaatsen waar hij volgens Zarathustra niet te vinden is, namelijk in een soort van leven na de dood.